Look out! Here we go! De kermis prikkelt alle zintuigen, zoals geur, licht, beweging, maar vooral veel muziek. Een muur van geluid probeert de aandacht van de kermisgangers te trekken. Dat was vroeger wel anders. In de 17e eeuw waren er luidspelers en zangers die hun geld verdienden op de kermis. Maar niet iedereen kon een muziekinstrument bespelen en het mechanische instrument bood uitkomst. Zo rond 1850 kwamen balladezangers die hun smartelijke liederen vertelden aan de hand van illustraties en ondersteund door een orgeltje, een buikorgeltje. Het orgeltje werd steeds beter. De muziek werd gevarieerder door de introductie van papieren rollen en draaiorgelboeken. Er kwamen danszalen op de kermis en draaiorgels in de draaimolens. Dat kunnen we nu allemaal niet meer op de kermis zien en daarvoor moeten we naar het Draaiorgelmuseum in Haarlem. Het Draaiorgelmuseum is te vinden in de Waardepolder in Haarlem. Hier geen natuurstenen gevels of glazen schuifdeuren, maar een laagdrempelige toegang voor iedereen die op zondagmiddag langs wil komen. Wij hebben een afspraak met Louis Guykens die ons het een en ander zal uitleggen over de draaiorgels. Kom mee, we gaan naar binnen. Dit is het Kunkelsorgel. Het werd in 1909 gebouwd in de fabriek van Charles Marenghi te Parijs. Het speelde in de danszaal Keizerhof in Antwerpen. Vervolgens kwam het naar Nederland bij de familie Kunkels, vandaar de naam van het orgel, Kunkelsorgel. De familie Kunkels gebruikten het op de kermissen in hun danstent. In 1932 werd het orgel in opdracht van Kunkels verbouwd door Karel Vrij in Breda. In die tijd werd ook het nieuwe front ervoor gezet in Art Deco-stijl. In 2007 is het orgel door het ministerie van OC&W door het Art Deco-front en het repertoire dat origineel in de jaren 30 nieuw gemaakt werd voor het orgel op de lijst Wet tot behoud cultuurbezit gezet. Dit orgel is gebouwd bij de firma Raffin in Überlingen in Duitsland. In tegenstelling tot wat wij gewend zijn aan de Nederlandse straatorgels, speelt dit orgel door middel van een papieren rol. In de straatorgels in het kartonnen boek wordt de registratie vastgelegd in het karton. Bij dit orgel wordt de registratie door degene die het orgel draait met de hand bediend. MUZIEK.
Dit is het orgel de Jupiter. Het werd omstreeks 1900 gebouwd bij de firma Gavioli in Parijs. Het deed aanvankelijk dienst in een danszaal tot het werd verbouwd door de firma De Vreese in Antwerpen. De firma De Vreese maakte het orgel ook geschikt als straatorgel en het kwam in Rotterdam in de straatexploitatie terecht. Later is het orgel nog verbouwd geworden door de Rotterdamse firma Jacques Minning. En Jacques Minning die had de gewoonte om zijn orgels de namen van planeten te geven. En dat is de reden dat dit orgel Jupiter heet. Er valt nog veel meer te vertellen over draaiorgels, zoals hoe wordt muziek gecomponeerd en vastgelegd. Nou, daarover ga ik eerst nog een paar boekjes lezen.